IGAS daarvoor kijkt, Jolien, misschien kan jij dat ondertussen in orde brengen. Omdat de bedoeling is dat we het webinar ook gaan gebruiken nadien, zodat je er altijd op kan terugvallen. Het wordt dus ook gepubliceerd op onze website en YouTube-pagina. Het laatste icoontje wijst op het chatvakje. Wat is de bedoeling? Ik voorzie twee vaste momenten, eentje halverwege en eentje op het einde van dit webinar, om vragen te gaan beantwoorden. Het is daarbij heel belangrijk dat ik vermeld welk soort vragen ik zal beantwoorden. En dat gaat namelijk om algemeenheden, onduidelijkheden, vragen over wat hier aan bod komt in het webinar. Die mag je dus in de chat stellen en die zullen dan op het gepaste moment door mij in de mate van het mogelijke beantwoord worden. Daarbij stip ik ook nog eventjes aan dat het niet de bedoeling is, en we begrijpen wel dat er veel problemen zijn, maar het is niet de bedoeling dat we tijdens dit webinar individuele vragen of problemen gaan beantwoorden. Het is een inleidend webinar tot het gebruik van het beneficiary module. Heb je dus individuele vragen, problemen, dan luidt het advies steeds om jouw dossierbeheerder te gaan contacteren. Gaat het om technische problemen, dan helpt het ook sowieso dat je een screenshot van het effectieve probleem toevoegt. Zo kunnen wij daar sneller mee aan de slag. En ja, is iedereen op een vlotte manier geholpen. Oké. We zijn dus vandaag, iedereen is hier aanwezig voor de basistutorial van de beneficiary module. Ik begin graag nog eventjes met het korte opzet en herhaal een enkele zaken die mijn collega Wim ook heeft gezegd. De meeste die van jullie hier aanwezig zijn, zijn hier omdat ze niet echt, omdat ze de stap bijvoorbeeld niet durven zetten naar het gebruik van de beneficiary module. Maar die module is natuurlijk wel belangrijk in het beheer van je project. Enkele vragen die jullie daarom zouden kunnen hebben en die aan bod zullen komen doorheen dit webinar, zijn onder meer: hoe start ik nu effectief met mijn rapportering? Dat is de reden waarom dat die tool in het leven is geroepen, omdat je eigenlijk daar administratief gaat bijhouden wie allemaal op mobiliteit gaat en hoe je dat exact gaat gaan rapporteren. Verder heb je ook nog de vragen hoe ik mijn organisaties beheer, mijn contacten, de mobiliteiten zelf en mijn budget. Dat komt ook allemaal in de loop van dit webinar aan bod. Ik herhaal dus ook nogmaals dat dit webinar zeker de handleiding niet vervangt. De presentatie komt nadien ook wel online ter beschikking. En ik heb er voor het gemak nog eens een link naar de handleiding ingezet. Dus als je op het woord handleiding klikt, dan ga je rechtstreeks naar de handleiding. Dat geldt hetzelfde voor de beneficiary module. Als je op beneficiary module klikt, dan word je doorverwezen naar de module. Maar in de loop van dit webinar toon ik dat ook nog allemaal eens, hoe dat ook op een andere manier kan. En wat je eigenlijk het best doet. Als laatste geef ik ook nog graag mee dat je vooral zelf veel moet proberen. Wat je rapporteert in die module is geen vaststaand feit. Als je iets rapporteert, heb je altijd de mogelijkheid om nog wijzigingen door te brengen of zelfs informatie, gegevens, mobiliteiten die je hebt gerapporteerd te verwijderen. En dat kan je eigenlijk tot het moment dat je het eindrapport indient. Nu kijk ik al heel ver vooruit en het is ook niet de bedoeling dat we het over het eindrapport gaan hebben. Maar zolang dat je project eigenlijk loopt, kan je in de beneficiary module werken en kan je dus zaken gaan wijzigen. Dus het is zeker aan te raden om op basis van dit webinar en de handleiding zelf aan de slag te gaan. Lukt er iets niet? Ja, geen erg. Je kan nog altijd zaken wijzigen en verwijderen. Loop je vast, dan contacteer je nogmaals je dossierbeheerder. En ja, komt alles op die manier in orde. Zo. Niet onbelangrijk, wat ik ook nog wil meegeven, is dat de module, Wim heeft het ook gezegd, nog niet altijd even stabiel loopt. En daarom heb ik er eigenlijk voor gekozen om dit webinar deels via een PowerPoint-presentatie te doen en deels ook in de praktijk. Dat wil zeggen dat ik af en toe wel zal wisselen tussen mijn presentatiemodus en de beneficiary module. Vandaag waren er enkele problemen, deze morgen ging het wat trager, maar vermoedelijk werkt alles nu wel. Dus zal ik zeker nog een deel van de presentatie hands-on tonen in de module zelf. En daar het een en ander aanmaken, zodat je een duidelijk beeld krijgt. Maar alles staat eigenlijk ook
excuseer, via screenshots in mijn presentatie, dus die ga je achteraf ook zo terug kunnen bekijken. Het begin is dus hoe dat je daar naartoe gaat. Dit is een screenshot uit de handleiding en toont eigenlijk je projectoverzicht. Begunstigden die maar dit jaar gestart zijn, ja, dat lijstje zal redelijk kort zijn. Daar zal maximum maar één of hooguit twee projecten in staan. En het is eigenlijk vanuit dit startpunt dat je naar je project gaat. En dat is specifiek, je kan dat zien linksbovenaan, het Erasmus Plus en European Solidarity Corps platform, waarvoor je eerst dient aan te melden, kan je naar je projecten gaan en dan zie je dus je overzicht. Om naar een specifiek project te gaan, klik je op het oogje onder Actions, rechts in beeld, en dan kom je eigenlijk toe aan je project. En wat je dan te zien krijgt, is dit. Een algemeen overzicht van je project, je budgetopname, en een detailoverzicht met algemene gegevens. De eerste zaken die ik er wil uitpikken zijn de start- en einddatum van jullie project. Die staat vermeld onder details, dus dat kan je zien, context information. En ook met de duurtijd, dus hier zien we vanaf 1 juni tot 31 augustus een duurtijd, standaard duurtijd van 15 maanden. En onderaan zie je ook nog eens de deadline voor je eindverslag, die nog rechtsboven herhaald wordt. Dus aan informatie geen gebrek, dat is de belangrijkste algemene informatie die je in het achterhoofd dient te houden. En verder zie je daar ook nog een zwart vraagtekentje bovenaan, dat door mij rood omcirkeld is. Dat is eigenlijk de manier hoe je naar de handleiding gaat. Straks zal ik dat ook nog eens demonstreren. Maar dat is eigenlijk het startpunt. Als je op dat vraagtekentje klikt, verschijnt er een pop-up, waarna je makkelijk kan doorklikken naar de handleiding. Niet onbelangrijk, ik geef het ook nog eens mee. Het project waar ik in werk, dat gaat hier om een K121. En dat is dus een geaccrediteerd project. Er zijn hier ook aanwezig die een K122 hebben. En tussen die 121 en 122 zijn wel wat verschillen in de beneficiary module. En die zal ik de gepaste tijden ook wel benoemen. Vooral in de mogelijkheden. Een 121 project is ietsje anders dan een 122 project. Maar in de grote lijnen komt het overeen. Dus om dat nog eventjes te zeggen. En het gaat hier om een vet project. Er zijn natuurlijk ook nog school- en adult projecten. Afhankelijk van het soort activiteit zijn daar ook nog wat verschillen, maar die komen ook in de loop van dit webinar verder aan bod, zodat iedereen op de hoogte is van alles die hij of zij moet weten, domeinspecifiek dan. Okay. Hier heb ik eigenlijk al meteen een afbeelding van wat je ziet als je naar de handleiding doorklikt. Dit krijg je niet te zien, dat zal je straks wel zien. Als je doorklikt naar de handleiding, maar ik heb deze afbeelding gekozen omdat ik vind dat dit wel het beste vertrekpunt is als je naar de handleiding gaat. Als je vanuit de beneficiary module gaat, kom je eerst in een ander overzicht. Het is geen overzicht, maar het is al zeer een specifieke pagina rond je project of lijst. En daarom raad ik aan eigenlijk om als je naar de handleiding gaat, dat je eerst klikt op Erasmus Plus Projects. Dan verschijnt rechts in beeld eigenlijk een overzicht met de belangrijkste onderdelen die ook refereren naar wat je ziet als je in de beneficiary module bent, namelijk het contentmenu. Ik heb ze nu eventjes dus in het rood omkaderd. En dat is eigenlijk dus het handigste vertrekpunt om vanuit de handleiding te werken, omdat je hier die rechtstreekse referenties ziet, zoals hoe je mobiliteit toevoegt in je project, wat het budget in jouw project wilt zeggen. Idem voor de contacten, fewer opportunities en ga zo maar door. Project details komt ook aan bod. Dus als je naar de handleiding gaat, dit is het een goed startpunt. Links in de balk is ook een overzicht. En daarin als je kijkt, zie je bepaalde zaken die hernomen worden. Dus het is daarom dat ik adviseer om vanuit dit overzicht te werken, omdat het meest overzichtelijk is. Maar daar onderaan links, onder het Erasmus Plus project, als je ietsje lager kijkt, zie je ook een minuutje of een openklapbaar pijltje naar e-learning video's voor de beneficiary module staan. En als je daarop klikt, dan zie je daar nog eens, of wordt daar nog eens aan de hand van tutorials visueel uitgelegd hoe je bepaalde zaken aanmaakt.
Wat eigenlijk een herhaling is van wat we hier vandaag gaan doen met jullie. Maar je hebt het daar ook nog eens, dus voldoende manieren om aan de informatie te komen. Het tweede onderdeel van het contentmenu, dus de details hebben we al gehad, zijn de organizations. Die organizations zijn heel belangrijk, omdat dat eigenlijk het startpunt is van je project. En hier zit eigenlijk al het eerste onderscheid tussen een K121 en een K122. In de K121, in het aanvraagformulier, dien je enkel mobiliteiten in te geven en hoef je eigenlijk voor de rest weinig tot geen extra informatie te voorzien. In een K121 word je verwacht om al op te geven met welke partners je zal samenwerken. En dat is het verschil. Uit het aanvraagformulier wordt die informatie automatisch overgenomen. Dus dat wil zeggen dat de partners uit een K122 hier al zichtbaar zullen zijn. Maar voor een K121 zal hier niet staan, behalve dan de zendende of de organisatie, de begunstigde die de aanvraag heeft ingediend. In dit voorbeeld zien we dat Don Bosco Technisch Instituut de beneficiary is, dus de begunstigde. En ik heb hier al twee organisaties toegevoegd als voorbeeld. Waarom is dit belangrijk? Je kan enkel maar mobiliteiten aanmaken of vervolledigen door deelnemers te gaan koppelen aan een organisatie, een ontvangende organisatie. Als hier dus geen organisaties staan, dan zal je later in je project of later in de rapportage van je mobiliteiten vastlopen, omdat je daar niet verder kan. Dus het is belangrijk dat je organisaties gaat toevoegen. Dus voor 121 moeten die allemaal toegevoegd worden. Een 122 die staan daar al, maar dat wil niet zeggen dat je in de loop van je project geen nieuwe organisaties kan toevoegen of bestaande organisaties kan wijzigen. Dus dat doe je via het actionsveld dat ook rood omcirkeld is. Je kan dus organisaties gaan verwijderen, dat is het vulbakje. Je kan ze gaan bekijken, dat is het blauwe oogje. Of je kan ze gaan bewerken, en dat is het groene potloodje. Je maakt organisaties aan door rechtsboven op de Create knop te klikken. Dan verschijnt volgend veld. Een organisatie kan je toevoegen op basis van het OID. Het OID is iets wat elke school bijvoorbeeld bezit, anders hadden jullie geen aanvraag kunnen doen. Maar ook organisaties of stagebedrijven, andere scholen bezitten zo'n OID, als ze dat hebben aangemaakt tenminste. Als je over dat OID beschikt, dan kan je dat makkelijk kleven in het geel aangeduide veld. En het voordeel daarvan is dat eigenlijk alle informatie automatisch wordt opgeladen uit de databank. Dan hoef je daar eigenlijk verder niets meer in te vullen. Alles staat in orde. En kan je vrij snel de organisatie opslaan en dan zie je die verschijnen in je overzicht. Ik duid nog graag even het verschil aan tussen OID en Organization ID, omdat dat twee zeer gelijkaardige termen zijn. Maar een OID is dus organisatiespecifiek. En is een unieke code toegekend dus aan de organisatie in kwestie, terwijl het Organization ID projectspecifiek is en enkel maar gewoon het aantal organisaties aanduidt in je project. Voeg je een nieuwe toe, dan zal het laatste cijfer 4 een 5 worden en zo verder. In het verleden zijn daar nogal wat bugs in geweest dat daar geen automatisch hoger cijfer aan toegekend werd, waardoor je het niet kon opslaan. Dus geeft dit een foutmelding dat er staat Organization ID is already known, dan verander je het laatste cijfer gewoon in het volgende hogere cijfer en dan sla je vervolgens op. Dat is geen enkel probleem. Het tweede deel van een organisatie kan je hier zien. Heb je een organisatie die geen OID heeft, dan zal je de gegevens zelf kunnen invullen en dat doe je dus onder Organization Address and Legal Information. Nu is het zo dat als je een organisatie aanmaakt, deze velden eerst grijs uitgevlakt zijn, waardoor je ze niet kan bewerken. Dat is ook nog een bug, maar daar is een simpele oplossing voor. Je klikt een vinkje aan of weg in het kadertje daarboven en dan zal je zien als je eentje hebt weggeklikt dat die velden wit worden en dat je dus alle gegevens kan invullen. Zoals je ziet, de verplichte velden worden met een asterisk aangeduid en value missing, dat zijn de velden die je zeker moet invullen. Tot slot kijken we nog even naar de rol.
die een organisatie in een mobiliteit of in het project vertolkt. Je hebt drie soorten: de sending organization, hosting organization en supporting organization. De sending organization is in de eerste plaats de eigen organisatie, dus jij die als school of organisatie deelnemers uitstuurt. Een hosting organization is degene die de deelnemer ontvangt. Dus dat kan een bedrijf of een andere school zijn. En een supporting organization is eigenlijk een soort van tussenorganisatie. Daar zijn twee soorten in. Je ziet dat ook als het vakje is aangevinkt, komt daar rechts in beeld nog de vraag naar het type of supporting organization. En het gaat hier om een paid of unpaid. Dus een betaalde of onbetaalde organisatie. Een betaalde organisatie is meestal een intermediaire organisatie waarmee je een contract hebt afgesloten en die tegen betaling stageplaatsen voor jou zoekt. Dus gaat het om zo'n organisatie, dan zorg je ervoor dat je supporting organization aanvinkt en paid kiest. Gaat het om een partnerschool die jou bijvoorbeeld ondersteunt in de zoektocht naar stageplaatsen en lokale partners of bedrijven, hun lokale netwerk aan jou openstelt en die dus eigenlijk gewoon een tussenrol speelt, maar geen leerlingen ontvangt, maar die je wel een rol wil toewijzen in je project, dan kies je voor supporting organization unpaid. Vergeet nadien niet op te slaan. Belangrijk is ook dat als je één veld invult, je het systeem eventjes de tijd moet geven om die waarde op te slaan. En dat zie je makkelijk aan een blauwe cirkel die in het midden van je scherm verschijnt. Vanaf dat die blauwe cirkel verdwenen is, dan kan je naar het volgende veld, als alles is ingevuld, kan je opslaan tenslotte. Ik geef ook nog eventjes mee dat als je de handleider ernaast neemt, dat je daar ook uitleg over termen kan terugvinden, zoals ik hier het verschil tussen OID en Organization ID heb uitgelegd. Dus is er een term die niet echt bekend in de oren klinkt? In de handleiding vind je dat dus ook allemaal terug en uitgelegd. Vervolgens komen we naar het derde onderdeel van de Beneficial Module en dat zijn de contacten. Net als organizations is ook dit zeer belangrijk. Onder contacts staan eigenlijk de personen die je administratief toegang wenst te geven tot het project. Vanuit de aanvraag zijn opnieuw enkele gegevens automatisch overgenomen en wel specifiek minstens twee personen, namelijk de primaire contactpersoon die je in de aanvraag hebt opgegeven en de wettelijke vertegenwoordiger of directeur van de school. Die staan daar standaard in. Het kan zijn dat je in de aanvraag nog andere personen hebt opgegeven. Ik denk dat er maximaal vier zijn. Dan zullen die hier ook in overgenomen worden. Dat wil zeggen dat je eigenlijk in de loop van je project nog steeds contactpersonen of contacts kan toevoegen die je ook afhankelijk van hun rol bepaalde toegangsrechten kan geven, zoals het al dan niet wel of niet zien van een bepaald project, het zien van gegevens of het bewerken van gegevens. Op dezelfde manier kan je deze contactpersonen gaan verwijderen, zien of bewerken. Nu is het zo dat er ook hier nog een bug is en dat zie je eigenlijk mooi aan de kleurtjes van het veld onder Actions. Daar heb je opnieuw het rode vuilbakje en het groene potloodje. Voor de contactpersonen die uit het aanvraagformulier meegenomen worden, deze zijn momenteel nog grijs uitgevlakt. Dus dat wil zeggen dat je die nog niet kan bewerken. En soms is dat wel nodig, omdat wij hebben gemerkt dat de rechten van deze personen om een onverklaarbare reden plotseling op non staan, waardoor die persoon geen toegang meer heeft tot het project. In dat geval is het belangrijk dat je het dossierbeheerder contacteert, omdat wij dan bijvoorbeeld in jouw plaats de gegevens opnieuw kunnen toevoegen of jouw gegevens als contactpersoon opnieuw kunnen toevoegen, waardoor dat we het probleem eventjes gaan omzeilen. Nog belangrijk hierbij te vermelden is dus, als iemand, een collega van jou, zegt van maar ik zie mijn project niet, dat je de reflex hebt om hier onder context te gaan kijken en te zien of dat die persoon daar staat. Belangrijk daarbij is, het gaat hier om e-mailadressen waaraan een EU-login gekoppeld moet zijn. Ik vermoed dat iedereen wel bekend is met de EU-login. Dat is ook de enige manier hoe dat je in de Beneficial Module geraakt. En als je op de link klikt, is dat ook het eerste wat gevraagd wordt om je aan te melden met je EU-login. Die EU-login is geen op zich staand e-mailadres dat je specifiek aanmaakt. Nee, dat is iets dat is gekoppeld aan het e-mailadres naar jouw keuze.
Een concreet voorbeeld. Heeft een collega van jou een persoonlijk e-mailadres opgegeven in bijvoorbeeld het aanvraagformulier en die wenst met zijn of haar werk-e-mailadres in te loggen, dan zal het systeem dat e-mailadres niet herkennen en zal zij te zien krijgen dat zij geen projecten kan zien. Dus het is belangrijk dat het e-mailadres dat hier is vermeld gekoppeld is aan de EU-login, zodat je toegang hebt tot het project. Is dat niet het geval, dan ga je ofwel een EU-login hebben gekoppeld aan een verkeerd e-mailadres, dan ga je ook in je projectlist, als je daarna doorklikt, niet zien. Ik geef het maar mee, want het is een vaak gemaakte fout. En meestal de eerste reden waarom iemand zijn of haar project niet kan zien. Hoe maak je nu zo'n contactpersoon aan? Dus idem dito, kies je voor Create en dan zie je eigenlijk volgende gegevens. Organization is een drop-down menu waaruit je kan kiezen aan de scholen of organisaties die zijn opgegeven in je Organizations tabblad. Dus opnieuw belangrijk om daar een geüpdate versie aan te geven of om die lijst geactualiseerd te houden. Gaat het om een monocontract van één begunstigde, dan spreekt het voor zich. Gaat het om een consortium, dan zal bij organization, dan zullen de leden daar ook tussen staan. Dus dan kan je ook de toegang tot het project aan iemand van je consortiumleden geven. Dus voornaam, naam, e-mailadres verplicht. En dan zie je ook nog rood omkaderd, daar is eigenlijk het belangrijkste welk soort recht je aan die persoon wenst te geven. Bewerkingsrechten, enkel viewrechten of geen rechten, dan ziet die persoon het project niet verschijnen in zijn of haar overzicht. Het tweede deel voor Access to Project Dissemination is in principe minder relevant. Je kan gemakkelijk gewoon hetzelfde aanduiden als je bij Access doet. Verder geef ik ook nog eventjes mee dus dat bij een wettelijk vertegenwoordiger het vakje daar zal aangevinkt zijn, bij een primary contact idem dito. En de OLS administrator, dat is iets, OLS zit momenteel nog niet in die fase, maar degene die verantwoordelijk is voor OLS en de voortgang van de studenten zal opvolgen, die zal daar ook aangevinkt zijn, maar momenteel is dat nog niet aan de orde. Het tweede luik van een contactpersoon is dat je nog de gegevens moet aanvullen en dat is zeer gemakkelijk. Je kan gewoon same as organization aanvinken en dan worden alle velden automatisch ingevuld en worden de gegevens dus overgenomen uit het organizations tabblad van de specifieke organisatie in kwestie. Nadien sla je terug op en dan is het contact aangemaakt. Wanneer je een contactpersoon aanmaakt, dan zal je automatisch of dan zal die persoon automatisch een e-mailnotificatie ontvangen. En kan die vanuit dat bericht dus ook doorklikken naar het project of de beneficiary module zelf. Zo. Na context komen we dan eigenlijk tot het eerste activiteitstype. En dat zijn de voorbereidende bezoeken. Een voorbereidend bezoek, daarvoor verwijs ik graag nog eens naar de programmagids, wat dat precies inhoudt. Daar zijn immers voorwaarden aan verbonden. Maar dus voer je hierin, als je een voorbereidend bezoek aanmaakt, dan heb je standaard het nummer. Hier is het dus het eerste voorbereidend bezoek, Preparatory Visit 1. Maximaal 3 personen kunnen aan 1 voorbereidend bezoek deelnemen met een vaste kost van €575 per persoon. In dit voorbeeld zie je dus 3 personen, dus in een totaal, dus krijg je een totaal van €1.725. Je linkt vervolgens je voorbereidend bezoek aan het soort activiteit. Hier heb ik gekozen voor een kortlopende leermobiliteit van VET-leerders. Maar dat kan ook aan andere mobiliteiten zijn, afhankelijk natuurlijk van degene die je hebt aangevraagd of wenst uit te voeren. Vervolgens geef je ook nog de start- en einddatum mee van het voorbereidend bezoek. En opnieuw zie je hier de sending organization en receiving organization vermeld. Opnieuw dus belangrijk dat die organisaties up-to-date zijn, omdat je via de select-knop uit het lijstje van zelf ingevoerde organisaties moet kiezen. Als je geen organisaties hebt ingevoerd, dan zal je niets kunnen kiezen en kun je dus niet verder met het voltooien van de rapportering van dit voorbereidend bezoek. Tot slot vul je dus nog de bestemming in. Die worden niet automatisch ingevuld. En kies je ook nog de reden van je voorbereidend bezoek. Daar zijn enkele redenen voor. Dat is ook een drop-down menu, dus dan kies je de best passende reden.
Er is ook de mogelijkheid om other te kiezen, maar telkens als je other kiest, dan zal je dat expliciet nog eventjes moeten gaan verantwoorden, omdat er een extra vakje verschijnt waarbij je nog wat extra uitleg geeft wat other precies inhoudt. Als je een bezoek hebt, voorbereiding bezoek hebt aangemaakt, dan ziet dat er dus zo uit. Je ziet dus in het overzicht Preparatory Visit 1, de Receiving Organization is het een Don Bosco Instituut in Frankrijk. Drie personen voor een totaal van 1725 euro. En zoals je kan zien, kan je dit makkelijk verwijderen of terug gaan bewerken. Ik denk dat het momenteel goed is om een eerste keer te gaan kijken in de chat. En Jolien, ik kijk naar jou of dat er al vragen gesteld zijn. Ja, Simon, er zijn ondertussen drie vragen al binnengekomen. Dus de eerste vraag ging erover. Een begunstigde zegt bij ons project staat er bovenaan dat er nog 3 days left zijn. Dus het gaat over een KA121 begunstigde die binnenkort haar eindrapport gaat moeten indienen. Dus de deadline was 29 januari, maar we hebben laten weten dat dat verschoven wordt naar 1 maart. Dus ze vraagt van, ik ga ervan uit dat ik hierin wel nog kan verder werken na 29 januari. Ja, dat klopt. En dat geldt eigenlijk in alle gevallen. Dus je kan altijd bovenaan zien hoeveel dagen dat er nog zijn tot de deadline van je eindrapport. Maar ook daarna kan je daar in principe wel nog in werken. Dus als wij dan bijvoorbeeld het eindrapport hebben moeten weigeren om een of andere reden, en dan is de deadline ook verstreken, maar dan kun je nog altijd wel zaken aanpassen in je mobiliteiten. Dus dat gaat inderdaad. Ja, de deadline is inderdaad verlaat naar 1 maart om aan te vullen, maar dat is eerder uitzonderlijk. Je zal dat ook bovenaan rechts niet zien veranderen. Dat zal dus gewoon staan dat je te laat bent, maar ja, onze beslissing overruled dat, dus daar hoef je geen zorgen mee te maken. Maar het is nu wel uitzonderlijk dat we uitstel verlenen. Dus dat zal vermoedelijk volgend jaar niet het geval zijn. Vanaf dat je te laat bent, komt er eigenlijk een herinnering van ons om zo snel mogelijk in te dienen. Dus dat wil ik nog eventjes meegeven. Ja. Nu, de tweede vraag gaat erover, is er een mogelijkheid om het e-mailadres dat met mijn EU-login gelinkt is te wijzigen? Dat kun je inderdaad doen, dus je kan altijd je gegevens in je EU-login aanpassen. Maar ik weet nu eerlijk gezegd niet of dat kan vanuit de beneficiary-module. Ik denk dat dat eerder een stap is als je aanmeldt en het icoontje rechtsboven is een tandwiel normaal gezien. Dan kan je daar gegevens gaan wijzigen. De vraag is alleen, ik heb het ook nog niet vaak meegemaakt dat je tot bij dat tandwieletje geraakt. Daarvoor nemen we best nog een keer contact op met de dossierbeheerder in kwestie, omdat dat ons nu te ver zou brengen. Ja, voilà. En dan gaan we dat zeker wel nog eens bekijken. En dan is het natuurlijk ook wel belangrijk dat het e-mailadres dat gekoppeld is aan je EU-login ook hetzelfde is als wat in je project staat. Want als dat verschillend is, ga je project wel niet meer zien staan. Klopt. En dan de laatste vraag al. Dat ging dan in verband met de voorbereidende bezoeken. Dus iemand die aangeeft, we hebben ook via EPOS een voorbereidend bezoek gedaan. We hebben daar een apart projectnummer voor gekregen. Moeten wij dat dan ook invullen? Nee, dat staat er eigenlijk los van. Vroeger werd dat ook voorbereidend bezoek genoemd om te zorgen dat er geen verwarring meer is. Zeggen we dat wat met via EPOS, via het Vlaams geld gefinancierd wordt, dat dat een verkennend bezoek is. Maar dus je voorbereidend bezoek, dat zit in je project zelf. Dus dat verkennend bezoek, daar heb je aparte financiering voor gekregen, aparte rapportering dat je daarvoor moet doen. Dus dat hoef je niet in te vullen. En dan komt er hier net nog een vraag binnen. De leerlingen gaan op stage. De hosting is voor de leerling dan het desbetreffende stagebedrijf. Maar wat is de hosting organization van de begeleidende leerkrachten? Dan mag je eigenlijk. In principe is dat dezelfde organisatie. We zien wel wat verschillen, bijvoorbeeld tussen VET en schoolonderwijs. In VET gebeurt het vaak dat als er sprake is van een partnerschool, dat de partnerschool dan als hosting organization ingevuld wordt. Maar als je kan, is het stagebedrijf van de leerling ook voldoende om in te vullen als hosting organization voor de begeleidende leerkracht.
Maar we komen straks nog wat specifiek, toon ik nog een keer hoe dat zo'n individuele mobiliteit werkt. Dus dat komt daar ook wel nog aan bod, het verschil tussen een leerling en een begeleidende leerkracht. Dezelfde begunstigde zegt nou, de tussenpersoon staat nu als hosting organization, maar wordt niet goedgekeurd. Dus de tussenpersoon, dan wordt waarschijnlijk de intermediaire organisatie bedoeld. Dus die, ja, klopt, zegt ze. Dus, maar die moet je dan inderdaad niet als hosting organization ingeven. Dus je geeft eigenlijk één van de stagebedrijven. Want het kan natuurlijk wel zijn dat dezelfde stagebegeleider naar verschillende stagebedrijven gaat, maar dan kies je er gewoon eentje uit. Dus Lopke, als er iets vreemds is of zo, dan kan je dat ook een screenshot van nemen als je het niet goed begrijpt. En nog eens naar ons doorsturen, omdat ik ook niet meteen zicht heb op de melding of die verschijnt in jouw geval. Dus best eens via met screenshot dossierbeheerder contacteren. Ja. Nog een vraag. Bij een voorbereidend bezoek moet je dan als dag 1 de dag van je vertrek vermelden of is het echt de eerste dag van het bezoek? Ja, de eerste dag van het bezoek. Er is in tegenstelling tot een individuele mobiliteit worden hier geen reisdagen of zo. Dat heeft hier allemaal geen tel. Een voorbereidend bezoek heeft een forfaitair bedrag. Dus van €575 per persoon. Ben je daar een week aanwezig, dan vul je de eerste dag dat je daar bent en de laatste dat je vertrekt, de laatste dag van je bezoek daar. Maar dan krijg je voor die week nog altijd maar €575. Dus je moet wel een beetje... je moet bewust omgaan met het forfait dat tegenover zo'n voorbereidend bezoek staat. Ja. En als laatste kan ik nog zeggen dat onze collega Frederik van Krombrugge, dus onze IT-verantwoordelijke, er ook ingezet heeft in de chat hoe dat je wijzigingen aan je EU-login kan doen. Dus wie dat nodig heeft, kan daar de link vinden. En dat was het dan voorlopig. Dan kunnen we verder gaan, Simon. Ja, wel voor deel 2, en dat is de bedoeling nu, ga ik eventjes naar de tool zelf. Normaal gezien kun je nu allemaal de website van EPOS zien. Waarom toon ik die website nog eens? Omdat de manier hoe dat je naar de beneficiary module gaat voor niet iedereen nog altijd even duidelijk is. Dus enerzijds kan je dat vanuit de mail die je hebt gekregen. Anderzijds kan je ook vanuit onze website naar... de beneficiary module, en dat doe je via projectuitvoering, K1 individuele leermobiliteit. Je kiest de programmacyclus. We zitten dus in het tweede van 2021 tot 2027. En vervolgens kies je voor allemaal digitaal. En hier bovenaan zie je eigenlijk meteen de link of de verwijzing naar de beneficiary module. Als je daarop klikt, dan word je naar je projectoverzicht doorgestuurd. En het is eigenlijk die link waarvan we aanraden om meteen op te slaan bij je favorieten, zodat je daar altijd makkelijk naartoe kan gaan. Dus hij vraagt eerst om in te loggen. Bij mij was dat al het geval. En dit is trouwens ook het tandwiel waarnaar ik verwijs. Als je hier geraakt, dan kan je via My Account jouw gegevens gaan wijzigen, Lopke. Of wie dat de vraag ook gesteld heeft, excuseer. Dus dan klikken we eventjes door. Helaas vraagt hij mij om opnieuw in te loggen. Geen probleem, want ik heb het hier nog openstaan. Dus dan krijg je een projectoverzicht. Als je dan doorklikt op het oogje, dan krijg je dit te zien. En dit is dus ook het project waarin ik heb gewerkt. Nu toon ik ook nog eventjes hoe de handleiding precies werkt. Dus je klikt op het vraagtekentje. De pop-up verschijnt. Je kiest voor project details. Dan je wordt doorverwezen naar de handleiding. Zoals ik had aangegeven, kom je eigenlijk meteen in al een redelijk specifiek onderdeel terecht van de handleiding. Dus mijn advies is, hier links in beeld is het overzicht. Kies je gewoon voor Erasmus Plus Project en dan krijg je, zoals ik had voorspeld, dit overzicht met alle basics die vermeld staan en die eigenlijk refereren dus naar de onderdelen van het contentmenu. Ik zal er eentje als voorbeeld eens aanklikken, context bijvoorbeeld. En dan krijg je eigenlijk een volledig overzicht van hoe je toegang krijgt tot het veldje context, tot hoe je de lijst, hoe die eruit ziet, hoe je
ja, wat de mogelijke acties zijn, hoe je een contact aanmaakt. Dus dit is eigenlijk allemaal wat we daarnet samen hebben overlopen. Welke informatie die je invult, belangrijke aandachtspunten, zoals je ziet, heel wat informatie, maar daarom niet onbelangrijk om door te nemen. Als ook nog eens, zoals je ziet, uitleg bij verschillende termen die vermeld staan, die vind je hier ook terug. Ook nog eens aangeduid met edit view of no access, de adresinformatie en tot slot natuurlijk vergeet niet te schrijven. Voilà, dat is een hele pagina informatie, dus per onderdeel heb je eigenlijk zoiets die in de handleiding terug te vinden is. En het gaat nog door hoe dat je zelf contacten verwijdert of bewerkt. Dus het makkelijkste is dan om terug naar je overzicht te gaan via Erasmus Plus Projects en dan zie je terug alle andere linken hier verschijnen. Dan klik ik, of neem ik misschien ook eens gebruik om hier op de e-learning video's te klikken en dan zie je hier eigenlijk ook nog eens wat concrete uitleg van hoe het werkt. En dan klik je door naar hier de basics of wat andere zaken over de beneficiary module. Zal ik ook maar eentje aanklikken als voorbeeld. Ja, en dan normaal gezien moet de video hier verschijnen, maar bij mij is er nu helaas iets fout gelopen. Cookies gerelateerd, maar geen probleem. Voilà. Hopelijk werkt de module stabiel in het verderloop van dit webinar. De bedoeling is nu dat ik eventjes nog toon hoe je mobiliteit aanmaakt. Dus details, organizations, contacts en preparatory visits hebben we gehad. Nu komen we eigenlijk aan het belangrijkste luik van dit webinar. En dat is de mobiliteit zelf. En ook een vaak voorkomend probleem is dat hij voilà. Ik hoop dat iedereen alles goed kan zien. Een van de gebreken van deze module is nog steeds dat het visueel allemaal niet zo vlot verloopt. Daarom kan ik aanraden, werk je op een kleiner scherm, dan kan je bepaalde zaken gaan wegklikken, zoals de zijbalk. Ook het contentmenu kan je inklappen en dat vergroot eigenlijk het beeld. Maar ik geef tegelijkertijd nog mee dat het wel belangrijk is dat je hier aandachtig voor bent en zeker ook waar nodig horizontaal of verticaal dient te scrollen, omdat niet alles zelf al klap je bepaalde zaken in verschijnt in de visueel mogelijk is in het overzicht bijvoorbeeld. Nu is dit wel duidelijk, maar als ik bijvoorbeeld dit uitklap, dan zie je eigenlijk hier dat niet alles even goed meer wordt opgenomen. Dus klik af en toe eens iets weg, dan wordt het duidelijker. Dus dan zijn we nu gekomen aan de mobility activities. Dat is eigenlijk het hoofdonderdeel van jullie project. Namelijk wat jullie wensen te organiseren of leerlingen, deelnemers, personeel, die jullie wensen uit te sturen, die dien je hier te gaan rapporteren. Dit houdt in dat je per persoon, in dit geval, gaat rapporteren waar die persoon naartoe is geweest, hoe lang die persoon daar is gebleven en welk soort activiteit die persoon daar heeft uitgevoerd. Je ziet hier ook op dezelfde manier als bij de voorbereidende bezoeken en de voorgaande een overzicht. En momenteel zijn er in dit project 2 personen toegevoegd of gerapporteerd. Die krijgen opnieuw een specifieke code. Dit is gewoon projectspecifiek, gewoon om het onderscheid tussen de verschillende mobiliteiten aan te duiden. De naam verschijnt hier, een e-mailadres. Belangrijk is te vermelden dat dit het e-mailadres is van de deelnemer zelf. Dus het heeft geen enkele link met toegang tot het project. Dit is puur voor het deelnemersrapport dat nadien verstuurd wordt en je verwacht en verplicht bent als deelnemer in te vullen. Het vertrekland, wat normaal gezien altijd België zal zijn, en de bestemming, als ook start- en einddatum staan hier vermeld. De 2 laatste kolommen zijn niet onbelangrijk. Je ziet hier eigenlijk meteen het eerste verschil tussen een draft en een complete. Wat wil dit zeggen? De eerste mobiliteit is onvolledig wat betreft de ingevoerde gegevens. Het gevolg daarvan is dat het berekende forfait niet mee zal genomen worden in
de huidige stand van zaken van het budget en dat het deelnemersrapport niet aangemaakt wordt. Dit is belangrijk als een deelnemer dus nog of een mobiliteit nog op draft staat nadat die mobiliteit effectief is uitgevoerd, dus de leerling of deelnemer in kwestie is al naar het buitenland geweest, dan zal die persoon geen deelnemersrapport krijgen, net doordat ze nog onvolledig is. Dus het is eigenlijk belangrijk dat je dat zo snel mogelijk allemaal op complete krijgt. Dan is er eigenlijk geen probleem. Zoals je kan zien, opnieuw, je kan nog verwijderen, je kan bekijken of je kan gaan editen. Als voorbeeld zal ik nu nog eens een extra mobiliteit aanmaken, zodat je ziet hoe dat concreet te werk gaat en waar dat je eventueel of waar dat je ook moet op letten. Dus stap 1 van de mobiliteit is altijd wat algemene informatie. Je ziet, ik moet mijn beeld al een klein beetje scrollen. Je hebt dat specifieke ID. Je kiest hier een type, dus binnen VET zijn dit ook mogelijkheden. Binnen school en adult, die domeinen, dat komt niet helemaal overeen. Daar zijn andere types mogelijk. Laten we nu kiezen voor een deelnemer die aan een vaardigheidswedstrijd deelneemt. Dan kies je de naam en achternaam. Je vult het e-mailadres in. Je kiest het gender. Dan is het belangrijk dat je de startdatum kiest. Dus stel, Johan die gaat volgende week woensdag tot en met vrijdag een vaardigheidswedstrijd gaan uitvoeren. Dan kies je het land. Vergeet opnieuw niet dat je de bestemming en organisatieskies hebt toegevoegd. Dus ik kies Frankrijk, omdat deze nu in mijn project al vermeld staan. En dan kies je ook de taal. Dat zal in het Frans zijn. En dan sla je op. Dus dat is deel 1 van de mobiliteit. Algemene gegevens, naam en start- en einddatum en bestemming. Voilà. Dus dan krijg je de melding dat de mobiliteit met succes is opgeslagen. En dan zou die normaal gezien moeten verschijnen. Voilà. Vervolgens moet je meer informatie gaan geven. En maak je ook de keuze tussen een begeleider en een deelnemer. Dus een begeleider maak je op exact dezelfde manier aan als een deelnemer. Je kiest eerst het soort activiteit. Dus in dit geval gaat het om een vaardigheidswedstrijd. Dan nog kan je kiezen of het om een begeleider of een deelnemer gaat. Dus in dit geval laten we eventjes staan dat het om een deelnemer is. Kies je het correcte hier. Zoals je ziet is nu alles eventjes grijs omdat de pagina aan het opslaan is. Vanaf dat verdwijnt kan ik verder. Ook dit veld vul ik nu gewoon maar eventjes iets in. Toont als verplicht. Het duurt altijd eventjes. Zo, dus hier kan je er maximaal 3. Dan zie je hier ook iets force majeur. Daar verwijs ik graag voor naar de kick-off. Omdat daar eigenlijk alles uitgelegd wordt wat dat force majeur inhoudt. Dit is ook niets dat je zomaar mag aanvinken. Advies is, als je daar vragen over hebt, opnieuw contacteer je dossierbeheerder. Ook niet onbelangrijk, en daar ga ik misschien eventjes voor het soort type gaan veranderen naar een kortlopende leermobiliteit voor lerenden. We zitten dus specifiek in VET. Afhankelijk van de mobiliteit verschilt de informatie die hier gevraagd wordt. Zo zal je bij een short-term learning mobility for VET learners ook kunnen aanduiden of het om een internationale mobiliteit gaat of niet. En daar, dus voor mensen in het domein VET, en zeker binnen 121, benadruk ik nog graag eens dat zo'n internationale mobiliteit niet naar programmalanden is, maar breder. Dat wordt in de programmaheids aangeduid tegenwoordig als third countries not associated with the program of iets in die aard. Dus dat is bijvoorbeeld naar Canada, de UK. Dus dat is niet iets dat je meteen automatisch moet aanvinken. Een internationale mobiliteit naar Frankrijk is geen internationale mobiliteit, omdat Frankrijk deel uitmaakt van het Erasmus+-programma. Normaal gezien verschijnt het hier, maar
ja, nu eventjes niet. Het is waarschijnlijk als je vanuit het eerste scherm, dus het overzicht, de short-term mobility for vet learners aanmaakt, dat die optie dan wel verschijnt. Dus eventjes terug. De meeste informatie, of er is enkele, toch iets van informatie overgenomen. Dus uit het eerste naam moet je ook nog een geboortedatum kiezen. Laat ons nu van 92 nemen. Sorry, Johan. Nee, wil niet. Voilà. De nationaliteit van de deelnemer, daar kan je dus breed in gaan. En dan eentje waar ik de aandacht wil op vestigen, omdat die niet altijd even duidelijk is. Level of education. Hier kies je dus eigenlijk voor het onderwijsniveau waar dat de leerling les volgt. Binnen VET is dat vaker dan upper secondary education. Bij een begeleider wordt dit ook gevraagd. Onze algemene consensus is dat je gewoon invult wat dat je voor de groep leerlingen invult. Dat maakt het het makkelijkst voor iedereen, dat je niet per se nog andere zaken, of dat je daar geen te veel vragen moet bij stellen. Het is gewoon gegevens die verzameld worden, maar die eigenlijk niet zo relevant zijn voor de rapportering van je mobiliteit zelf. Dus kies gewoon voor hetzelfde als de groep of de leerling die de begeleider begeleidt. Hier zijn er ook nog een aantal zaken die je kan aanduiden. Dus voor VET is specifiek nog apprentice mogelijk. Denk vooral aan leerlingen die duaal leren. Participant with fewer opportunities. Zou jullie wel bekend moeten zijn. De definitie daarvan staat ook op de website en is ook in menig webinar al besproken. Vink je hier ook aan als het om zo'n deelnemer gaat. Linguistic support staat ook als verplicht veld aangeduid. Geen idee waarom, maar dat is eigenlijk enkel iets dat je gebruikt als de taal niet zou beschikbaar zijn in OLS. En waarvoor dan eigenlijk €150 krijgt om die leerling of deelnemer specifiek te gaan voorbereiden op de voertaal van de bestemming. Dus eigenlijk heel zelden wordt dit aangevinkt als het echt nodig is. Vraag je het aan en is het onterecht? Ja, dan gaan wij dat ook wel controleren nadien. Dus, of als er onduidelijkheden zijn, dus dan vraag ik het best nog eens. Voilà. Hier verschijnt normaal gezien iets over het deelnemersverslag. Omdat we nu nog in een draft zitten, is dat er niet. Ik zal misschien straks in de PowerPoint daar ook nog snel eens naar verwijzen, omdat ik daar wel een voorbeeldje van heb. Maar hier verschijnt eigenlijk een logboek waarbij je zal zien of een deelnemersverslag is aangemaakt en al dan niet verzonden en is ingevuld. Er verschijnen ook twee knoppen waarbij je het, als het is ingevuld, het deelnemersverslag kan gaan downloaden. Of je kan de uitnodiging opnieuw sturen. Dus het is zo dat als een mobiliteit volledig is en die is uitgevoerd, dan zal het systeem automatisch herkennen dat die mobiliteit is uitgevoerd en maakt hij een uitnodiging aan die verstuurd wordt naar het opgegeven e-mailadres van de persoon in kwestie. Als die persoon die uitnodiging niet of zo gekregen zou hebben of die zou verloren gegaan zijn, dan heb je als beheerder, dus of als projectbeheerder hier in het beneficiary model altijd de mogelijkheid om die uitnodiging opnieuw te versturen. En dan zie je ook wanneer dat die uitnodiging verstuurd is, wanneer dat er eventueel is ingediend. Dus dat verschijnt onder participant survey, dat die nu wel eventjes open te klikken, maar zoals je kan zien is dat hier momenteel nog leeg. Recognition certificates, dat gaat eigenlijk om hoe je de mobiliteit gaat erkennen en valideren. Ik vermoed niet dat het altijd een specifiek veld is, maar als je hier niets doet, dan zal in jouw eindverslag wel gevraagd worden waarom dat de mobiliteit van die leerling niet is gevalideerd. Dus wat doe je? Je kiest voor Create New. Je kiest de organisatie die het certificaat uitvaardigt. Dus de zendende school stelt bijvoorbeeld een Europass Mobility document op die de stage bewijst. Dan doe je dit zo. En dan kan je eigenlijk gewoon gaan saven. En je gaat zien als het juist gelukt is, dan verschijnt dit. Dus soms kan het zijn dat je 2 maal moet saven. Dat is een bug die ook gemeld is.
recognition survey kan je overslaan. En dan kom je eigenlijk opnieuw dus tot de specifieke informatie over de zendende school. Hier maak ik ook nog graag eens de opmerking bij consortia. Het is zo dat er nog steeds problemen zijn voor consortia die hier de effectief zendende school willen aanduiken. Dus wel aanduiden als het dan gaat om een consortiumlid, dat dat nog altijd niet lukt of problemen oplevert. Dus dat zij voorlopig nog steeds moeten de consortiumleider als zendende organisatie invullen bij gebrek aan, wegens technische problemen. Dus de zendende school opnieuw, we zitten nog in het project van Don Bosco, Sint-Ineens-Westrum. Selecteer je, vul die weer automatisch in. Dus we hadden al opgegeven dat het receiving country Frankrijk was. Stel dat we deze selecteren in de Loire. Dus die informatie wordt dan verder ook weer overgenomen. Dan kies je waar dat het soort is een bedrijf, of laten we zeggen dat het een bedrijf is die de leerling ontvangt. Dus voor school en adult zal daar waarschijnlijk wel iets anders staan, afhankelijk van het soort stage. Vervolgens moet je de distance band aanduiden. Daarvoor maak je altijd gebruik van de distance calculator. Daar gaan we dan eens op doorklikken. Dit verschijnt. Waarom toon ik dit? Google Maps wordt niet aanvaard als afstandsbepaling. Dus Saran en dan zien we dat er eigenlijk in vogelvlucht een afstand is van 365 kilometer. Kies je hier distance band 100 tot 499. Kies je voor, het is aan het laden. Vul je hier, ik kan het al zeggen, gewoon dus de werkelijke afstand in die je daarnet hebt berekend. Dus 365, je mag afronden. En dan kan je ook nog, of dan die je ook nog te kiezen hoe dat je naar daar reist. Stel. Eventjes wachten, dat je de trein neemt, dan kan je dat dus hier aanduiden en dan zal je eigenlijk zien dat dit veld Sustainable Means of Transport automatisch wordt ingevuld, omdat je nu eenmaal de trein neemt en bijvoorbeeld niet het vliegtuig. Wat duurzaam reizen is, kan je ook in de programmagids terugvinden. Dus dat is meestal of het is trein, carpool of bus. En dit is ook wat ik bedoel, dus International Mobility Activity, enkel binnen VET mogelijk, andere domeinen gaan dit niet zien. En dan ga je eigenlijk zien, omdat je die gegevens dus hier hebt ingevuld, dat het reisforfait berekend wordt. We zien 210, dus een standaard reisforfait voor de tweede distance band van 100 tot 500 kilometer is een rond de €170. Of €175, omdat je groen reist, komt daar nog een toppen bij en kom je uit op 210. Vervolgens kies je het aantal travel days. Bij groen reizen kan je maximaal 6 extra travel days toevoegen. Maar stel dus dat die persoon, dus dat Johan, hier van 1 februari tot 3 februari gaat. En dus 1 februari was de woensdag. Johan kiest ervoor om dinsdag met de trein te gaan. Ja, die is daar op minder. Of is daar op één dag tenminste, en die keert de zaterdag terug, dan vul je hier gewoon 2 in en dan zal je zien later dat er eigenlijk 2 extra dagen dagforfait bij de mobiliteit geteld worden. Het is ondertussen aan het laden, maar dan kan ik al verder gaan. Je kan ervoor kiezen om je reisforfait niet op te nemen. Dat vink je dan hier aan, dus dan laat je eigenlijk dat forfait vallen. En de twee andere zaken hier, de exceptional costs, dat zijn eigenlijk maar zaken die je mag aanvinken als je daar expliciete toestemming voor hebt gekregen van ons NA. Dus het heeft geen zin om dat in mobiliteit te gaan aanvinken. Je gaat dat niet krijgen als je dat niet hebt aangevraagd. Dat kan bij de aanvraag, maar je hebt daar ook de mogelijkheid voor om doorheen het project. En dan kijk ik enkel naar 121. K121 kan dus door het project. K122 kan dat enkel bij het aanvraagformulier melden dat ze dat willen. En dan nog wordt dat ook beoordeeld
Dus het is niet zeker als het onvoldoende geargumenteerd is of als, als je niet aan de voorwaarden voldoet dat er wordt toegekend. Dus die exceptional costs voor expensive travel of visa, enkel als je daar expliciet onze toestemming voor hebt. Hier staat dus nog eens de duurtijd, wordt ook berekend effectieve aanwezigheid, dus start- en einddatum. Ik herhaal nog eens van de mobiliteit zelf. Reisdagen voer je apart in via dit veld. Dan zie je dat je in totaal op 5 dagen komt en dat er dus eigenlijk een totaalbedrag voor dagforfait verblijf van €415 berekend is. En dat wordt dan hier ook nog een keer algemeen getoond met het overzicht aanwezig hier. Voilà, en als alles is ingevuld, dan zou normaal gezien de mogelijkheid moeten zijn om te saven. Ik kan op elk moment saven, maar alles zou ingevuld moeten zijn. Dus als het correct is, dan zou mijn mobiliteit op complete moeten staan. Ik hoop dat dat nu het geval is. Je ziet die is opnieuw aan het laden. Ik geef ook nog eventjes mee dat er de laatste tijd ook wel wat problemen zijn geweest. Voilà, je ziet het, staat op complete. In de PowerPoint die ik had voorbereid, zal je zien dat dit veld leeg is, omdat er tijdelijk gegevensverlies optreedt, waardoor dat de naam en het e-mailadres van de deelnemer op onverklaarbare reden verdwijnt. Maar hier is dat probleem dus al opgelost. Hier zie je de gegevens volledig staan. En zie je ook hoe dat, dat ze op complete staan. Ik denk dat het ook wel nog iets te vroeg is om te zien naar de status van het deelnemersverslag. Dat ga je hier ook kunnen zien. Dus in die laatste kolom, report status. Hier zal eigenlijk staan of dat een deelnemersrapport opgevraagd is. Het zal via de rare term EUS underscore requested zijn. Assigned als het is toegewezen. En submitted als het door de deelnemer is ingediend. Dus dan heb je hier ook het overzicht van de status zelf. Nu ga ik wel nog eens kort terug naar mijn PowerPoint-presentatie, omdat er nu een onderscheid is wat ik niet kan tonen binnen dit project voor school en adult. Daar is namelijk nog de mogelijkheid om groepsmobiliteiten te gaan organiseren. Dus dat is niet in VET mogelijk. Dus daarvoor ga ik nog snel eventjes naar mijn PowerPoint-presentatie. Kunnen we enkele zaken overslaan. Normaal gezien zie je dit nu dus, als je een groepsmobiliteit wil gaan organiseren, opnieuw, dit zijn nu screenshots die ik uit de handleiding heb genomen, dus die kun je daar ook, de uitleg kun je daar ook makkelijk terugvinden. Zit je in hetzelfde veld, namelijk mobility activities, maar kan je hier bij de tabbladen, daar stond dus ook targets, individual mobility activities, maar staat ook group activities, maak je eigenlijk groepsactiviteiten aan. Dat doe je op dezelfde manier. Het is ook in 2 stappen, zoals een individuele mobiliteit. Eerst algemene informatie, dan specifieke informatie. Dat zie je hier. Voilà. Dus je hebt opnieuw die code. Het activiteitstype is een groepsmobiliteit. In dit geval gaat het over een adult project, of zitten we in het domein van het volwassenenonderwijs. Voer je kort in wat dat de inhoud van die activiteit is, waarover de activiteit gaat, maximaal 5 selecties. De voertaal van de mobiliteit, eventueel andere talen en ook welke competenties er waren, of aan welke competenties er werd gewerkt. Dat is deel 1 van uw mobiliteit. Je dient ook al in te vullen naar waar en wie de zendende en ontvangende organisatie is. Dus dat is hier duidelijk uitgelegd. Je vult het in. Opnieuw, dus de organisatie moet vermeld zijn onder uw organizations tabblad, anders heeft het weinig zin. En kies je ook de duurtijd van de mobiliteit. Tot slot, het eerste deel moet je nog ingeven wat dat de gemiddelde leeftijd is van de deelnemers. Dit is één van de 2 bewerkbare velden. De rest hier is grijs uitgekleurd. Het tweede is de begeleidende leerkracht, die zal altijd verantwoordelijk zijn voor het deelnemersverslag en is eigenlijk de enige persoonlijke informatie die je binnen dat activiteitstype dient op te geven. Dus je zal zien hier
voor e-mail, voornaam en naam, omdat die persoon dan ook het deelnemersverslag nadien krijgt, toegestuurd. De rest is dus nog grijs, omdat je dat verder zal moeten gaan invullen. En die informatie wordt dan automatisch overgenomen uit stap 2, de subgroepen die je aanmaakt. Als je dus een mobiliteit hebt aangemaakt, dan verschijnt de groepsactiviteit in je overzicht, onder Group Activities, en ben je, word je verwacht of moet je die groepsactiviteit nog gaan verder uitwerken. Dat doe je dus via Edit, waarna dat er eigenlijk het volgende verschijnt, Participants. Dus hier ga je eigenlijk meer gaan specificeren en ga je subgroepen gaan aanmaken in je groepsactiviteit. Wat is een subgroep? Een subgroep dient er eigenlijk voor dat als je met één groep naar het buitenland gaat, dat je de flexibiliteit hebt om te stellen van oké, we zijn met 10 leerlingen, maar 5 leerlingen vertrekken bijvoorbeeld een dag vroeger, of 5 leerlingen gaan met de bus en 5 gaan met de trein, dat je die onderscheiden of dat je dat onderscheid kan maken. Stel, je gaat met 10 leerlingen en ze gaan allemaal op dezelfde dag en keren allemaal op dezelfde dag terug en nemen allemaal hetzelfde transportmiddel, dan is het makkelijk, dan hoef je maar één subgroep aan te maken waarin je al diezelfde gegevens zit, maar je hebt dus de mogelijkheid om je groep die naar het buitenland gaat, te gaan onderverdelen, omdat die veranderingen of die onderlinge verschillen eigenlijk een impact kunnen hebben op de forfaits die je krijgt. Dus dan is de bedoeling dus dat je dat zo aanmaakt. Dat spreekt voor zich hoe dat je dat doet. Je vult opnieuw alle gegevens in. En dan zal je zien ook dat dus de gegevens die daarnet nog grijs waren en op nul stonden, dat die automatisch ingevuld worden. Dus voor groepsactiviteiten hoef je geen individuele namen in te vullen, enkel de begeleidende persoon die wordt bij naam en e-mail vermeld in de activiteit. Maar voor de rest is het puur statistisch het aantal en eventueel ook het geslacht en zo. Well, dan gaan we eventjes terug naar de beneficiary module. Zoals je dus kan zien, hier staat die groepsactiviteit niet vermeld binnen VET, omdat dat gewoon geen activiteit is die je binnen VET kan uitvoeren. De volgende functie is import-export mobility activity. Dat is eigenlijk een functie die wij enkel aanraden wanneer een groot project, bij omvangrijke projecten, omdat je op die manier sneller meer informatie kan opladen, maar het format is nog redelijk onstabiel en gevoelig voor foutenlast. Dus we raden aan om toch in die mate wat te gaan beperken. Wat dat je bijvoorbeeld wel kan doen, is dat ook eens uitproberen. Je maakt een activiteit aan in Mobility Activities. Je zorgt dat die op volledig staat. Je exporteert. Je kan hier kiezen voor wel enkel volledige mobiliteiten of ook draft mobiliteiten, exporteert dat. Dan krijg je een Excel-bestand als je hier voor XLS kiest. En dan heb je eigenlijk een hele rij kolommen met informatie die je kan invullen en die je vervolgens kan uploaden terug. Waardoor dat je eigenlijk in één keer een groter aantal mobiliteiten kan invoeren. In tegenstelling tot de mobility tool vroeger is er nog geen functie om mobiliteiten te gaan kopiëren zodat je sneller kan werken. Dus als je het wil proberen, je kan het proberen, maar let er wel mee op. En we raden ook meestal aan als er iets fout of zo loopt, neem snel contact met ons op. Dan kunnen we ook samen bekijken waar dat eventueel fout gaat. Maar het advies is dus om voornamelijk te werken via mobility activities. Anderzijds heb je via deze functie, de exportfunctie, wel snel een overzicht van alles wat is gerapporteerd. Dat is iets wat wij bijvoorbeeld ook wel als NA gebruiken. Dan komen we eigenlijk, we zijn bijna rond, komen we naar Fewer Opportunities. Als je dus Fewer Opportunities hebt aangeduid in uw veld of in de mobiliteit zelf, dan zal hier eigenlijk nog gevraagd worden om die aantallen te gaan specificeren. Nu, de Europese Commissie heeft heel wat verschillende mogelijkheden opgesomd. Wij binnen EPOS hebben er op basis van onze definitie voor gekozen dat u hier beperkt tot 2. Namelijk economic barriers en disabilities. Dus als je naar de definitie van Fewer Opportunities gaat terugkijken, een gokleerling, die duidt je aan hier onder economic barriers bijvoorbeeld. Dus laat ons duidelijk zijn, nogmaals, enkel disabilities en economic barriers die ingevuld worden, al de rest,
daar blijf je vanaf. Dit is puur ook om een beetje uniformiteit in onze definitie en nadien ook in de gegevens die wij uit al deze projecten halen te kunnen behouden, waardoor dat we het eigenlijk beperkt hebben tot twee mogelijkheden die jullie moeten invullen, als er sprake is van fewer opportunities uiteraard. Tot slot hebben we het budget. En voilà, daar komt mijn eerste error. Hopelijk wil je nu wel. Voilà, ja. Hier is ook nog een duidelijk of belangrijk verschil tussen K121 en K122. Bij K121 ga je zien dat die eerste kolom allemaal 0 staat. Dat is om de simpele reden dat bij jullie budgetaanvraag... dat jullie eigenlijk geen budget hebben aangevraagd, maar mobiliteiten. Bij K122, is gelijkaardig aan het oude systeem, zullen al deze budgetcategorieën wel individueel zijn aangeduid en kan je het verschil zien tussen awarded en reported budget. Bij een 121 kan je enkel afgaan op je totaal toegekende bedrag en je totaal gerapporteerde bedrag. Zoals je kan zien, heb je hier eigenlijk een overzicht dus van het totaal en organizational support, travel support, individual support, de preparatory visit die we hebben ingegeven en die je hier voor 3 personen ziet. Voilà. Financial guarantee hoef je niet echt aandacht aan te besteden. Dat is in het geval dat er met bankgaranties gewerkt wordt. En dat is voor de organisaties die daarmee moeten werken. Dat zal dan wel duidelijk gemaakt worden door ons. Dit is dus het volledige overzicht. Maar je kan ook per type nog eens gaan kijken. En dan zouden we bij de skill competitions, omdat ik een mobiliteit voor Johan heb aangemaakt, hier ook wel moeten kunnen zien. Voilà, de berekening wordt hier ook gemaakt. Tot slot geef ik nog mee dat het contentmenu nog niet volledig is. Er zal hier ook nog de mogelijkheid verschijnen voor een amendement in te dienen. Opnieuw maak ik het onderscheid tussen K121 en K122. Dat zal enkel mogelijk zijn voor K121, omdat zij nog een specifieke tijd of in een specifieke periode de mogelijkheid krijgen om wijzigingen door te geven, zoals de verlenging van een project of budget teruggave. Andere zaken, andere contractuele wijzigingen, dat zet je eigenlijk best nog altijd ook gewoon op mail naar de dossierbeheerder. Dat is voor iedereen het makkelijkst, omdat het ook nog niet altijd even goed werkt. En ook de mogelijkheid om een final report, die zal hier ook staan. Dus dan zal er een luikje report zijn voor projecten uit CAL 2022 is dat nu nog niet verschenen, omdat dat ook nog redelijk toekomstmuziek is. Maar eenmaal dat dat verschenen is, zal je wel de optie hebben om je deelnemersrapport te gaan genereren. Dat is geen enkel probleem, je kan dat doen, omdat je dan al eens inzicht kan krijgen in de vragen die worden gesteld. Belangrijk is dus niet indienen vooraleer je mag. Maar voilà, dat kan wel handig zijn. Ziezo, dan zijn we eigenlijk rond. Dus dan keer ik graag terug naar de chat en eventueel vragen die nog beantwoord moeten worden in de loop van mijn uitleg. Ja, nu zijn er toch nog wel wat dingen binnengekomen. Ik ga eens helemaal terug naar omhoog. Dus de eerste vraag van het tweede deel was: is het verplicht om met deze module te werken? En daar is het antwoord heel duidelijk: ja. Het is een contractuele verplichting dat jullie de mobiliteiten invoeren in de beneficiary module en op het einde van het project het eindrapport genereren. Want op die manier, je hebt het nu ook gezien in het tabbladbudget, wordt het daar berekend automatisch op basis van de mobiliteiten die dat je invoert. Dus en daar gaan wij rekening mee houden om jullie dus het overige geld te geven. Hè. Jullie hebben een voorschot van 80% gekregen aan het begin. Van het contract, dus nadien zou je normaal gezien nog wat geld moeten krijgen, maar dat kan dus enkel wanneer je dit hebt ingevuld. Dat was eigenlijk een vraag die dat Simon al had beantwoord, dat ging dan over het kopiëren van de mobiliteiten. Dus, maar je had dat duidelijk uitgelegd, hè, dat dus momenteel nog niet mogelijk is om in het tabblad Mobility zelf te doen. Maar dus via die Mobility Import-Export kunnen jullie wel eens experimenteren of dat op die manier zou lukken.
Een vraag die daarmee verband hield was dan, kan ik mobiliteiten van het ene project naar het andere project kopiëren? Nu, daar is het antwoord ook nee op. En ik weet eigenlijk niet zeker of dat vroeger in Mobility Tool wel mogelijk was. Denk het niet. Dat denk ook niet ik dat dat ook mogelijk niet, zal hè? zijn. Nee. Projecten Nee. zijn, allee, ja, alles wat je rapporteert is projectspecifiek. En het is ook de bedoeling dat die budgetten gescheiden worden. Dat er niets te veel in elkaar overloopt. Dan waren er zaken in verband met de fewer opportunities. Van wat valt er allemaal onder fewer opportunities en hoe bewijs ik dat? Maar daar heeft Wim Kloots in de chat ook al op gereageerd. Dat we daar uitleg over gegeven hebben in de kick-off. Dus hij heeft daar een screenshot getoond hoe dat je nog eens naar de presentatie en de opname van de kick-off kan kijken. Om te weten wat er nu allemaal onder Fewer Opportunities valt, heb je ook in de bibliotheek op onze website de basisdocumenten. Dus als je daar 2021 of 2022 aanklikt, heb je ook een document dat heet Beslissing Fewer Opportunities. Dus daar vind je ook de informatie over terug. En zijn er nog vragen, dan mag je natuurlijk altijd je dossierbeheerder contacteren. Nu ben ik het even kwijt. Dan in verband met het deelnemersrapport, wat kan ik doen als een deelnemer de enquête heeft ingevuld, maar nadien zegt dat hij wat vergeten is of iets verkeerd heeft ingevuld? Is er dan nog een mogelijkheid om hem die enquête opnieuw te laten invullen? Nee, dat gaat niet. Er is eigenlijk maar één kans. Daar geef ik ook nog kort bij mee. Als dat zich zo voordoen en ja, je vindt dat dat eigenlijk een flagrante fout is of zo, dan kan je nog altijd in het eindverslag verduidelijken dat daar iets is fout gegaan en ja, uw reden of die, ja, gewoon die motivering daar kort neerschrijven. Dan weten wij dat ook en dan nemen we dat mee. Dus. Klopt. Wat moet ik als datum van, dus ja, als begindatum van de stageperiode invullen? Is dat de dag van vertrek of de dag van de eerste werkdag? Dat is het laatste. Dus je vult de eerste dag van de eigenlijke mobiliteit, dus van de stage in. En dan kun je wel aanduiden van, er zijn zoveel reisdagen. Dus als jullie inderdaad de dag ervoor gereisd hebben en dan de dag na de laatste stagedag, dan vul je dus twee reisdagen in, zodat je daar ook budget voor krijgt. Meer over dat kopiëren, maar dat hebben we dus gehad. Een vraag die verband hield met de vorige vraag. Wat als de reisdag dezelfde is als de startdag van de mobiliteit? Wel, dan ga je dus ja, één reisdag maar hebben, hè? Dus als je inderdaad na de laatste stagedag nog reizen, dan is dat één reisdag. Maar als de reisdag dezelfde is als de startdag, dan kun je niet anders dan zeggen dat dat dus ja, geen extra reisdag is. Ja, dan geef je die gewoon niet in. Ja. Ja. Iemand die aangeeft van bij main language used during mobility activities staat de taal Dutch er niet tussen. Dat zal dan weer een bug zijn. Ik weet dat dat vroeger nog het geval is geweest. Ik denk dat het dan wel is opgelost geworden. Anderzijds maar is dat ook wel een weggevertje. Je gaat naar het buitenland op mobiliteit. Dus de main language used kan eigenlijk in principe al geen Nederlands zijn. Maar als je naar Frankrijk gaat, is dat bijvoorbeeld Frans of zelf Engels. Dus ja, ik denk dat dat eigenlijk de simpele verklaring is. Je vult in wat dat de voertaal is op de werkplaats zelf. Dus dan als je naar het buitenland gaat, in de bedoeling of in de veronderstelling om samen te werken, eventueel zelfs met buitenlandse studenten, dan ga je dan niet in het Nederlands doen. Tenzij, als je natuurlijk naar Nederland gaat, dan zou het wel op Dutch moeten kunnen staan. En als dat niet het geval is, dan zal het inderdaad een fout zijn. Dan kan je dat opnieuw eventjes aan ons melden met een screenshot. Ja. Dan iemand die zegt, op mijn scherm zie ik de kolom van Complete niet staan. Mijn kolommen stoppen bij Receiving Organization. Dat zal dan zijn
dat je die twee kolommen die dat Simon had getoond niet hebt ingeklapt. Dus dat je minder op je scherm gaat zien. Maar dan ga je van onder wel een schuifbalk zien. Dus dat is dan wel belangrijk om die ook te verschuiven om te zien of het alles wel op complete staat. Ja, ik weet niet of ik dat nog een keer kan tonen hier. Ik deel nu op een redelijk groot tweede scherm, dus daarom komt eigenlijk alles zichtbaar aanwezig. Maar ja, het scherm bij mij is nog ietsje te groot. Maar normaal gezien, je hebt dus hier een schuifbalk, die eigenlijk alles toont. Maar dan heb je ook, als je lijst mobiliteiten lang is, heb je hiernaast ook nog een tweede schuifbalkje. Dat zie je, het is nu een kort, omdat er nog niet veel mobiliteiten staan. Maar als je dan dit schuifbalkje volledig naar beneden doet, dan zal hier ook een horizontale schuifbalk te zien zijn waarmee dat je rechts en links kan scrollen. Ja. Dus, dat is wel dus als je het, kijkt op een laptop, dan zie je inderdaad veel minder. Ja. Onze collega Johan die had ook ter info meegegeven dat de bedragen voor leerlingenmobiliteiten in schoolonderwijs en VET verschillend zijn. Dus zeker belangrijk voor degene die in beide domeinen een project hebben lopen, dat je dus met verschillende forfaitaire bedragen moet rekening houden. Dan men vraagt, according to your assessment, which of the participants' key competences were improved as a result of this mobility activity? You may read the definitions and explanations of the key competences here. Ik weet niet exact waar dat uit moet komen, maar de vraag dat is dan... Bij het begin, dat is inderdaad die opmerking of die bedenking hebben we ons ook al gemaakt. Dat is een vraag die eigenlijk nadien moet beantwoord kan worden, maar dat je vooraf moet doen. Maar ons antwoord blijft hetzelfde. Probeer zoveel mogelijk mobiliteiten voor vertrek volledig in orde te krijgen. Vul daar dus noodzakelijk in als je het nog niet goed weet. En nadien kan je dus nog altijd je mobiliteit gaan wijzigen door op het groen potloodje te klikken en iets te kiezen dat wel relevanter was voor die mobiliteit zelf. Maar dus antwoord is, volledigheid voor vertrek is meer dan aangeraden. Ja. Ja. Dan, ik vermoed dat het daar ook weer over een bug gaat. Bij ons waren alle mobiliteiten complete. Ik stuurde naar 3 leerlingen een reminder voor het invullen van het survey. En dan ineens zijn die mobiliteiten terug in draft gekomen. Dus dat is dan iets dat je best in het oog houdt. Als je dan ziet van ja, ze hebben de surveys ingediend en het staat nog altijd in draft. En je ziet dat er geen verplichte velden zijn die niet zijn ingevuld, dan laat je ons dat best ook weer even weten dat we dat kunnen melden. Maar dat is helaas iets dat ook wel eens voorkomt, dat het van complete ineens naar draft gaat, om een onverklaarbare reden. Ik heb een mobility die nog als draft staat, maar wel EUS submitted, kan ik die draft nog aanpassen? Dus ja, die melding dat je krijgt, dat gaat dan over dat het deelnemersrapport is ingevuld. Maar het kan dan inderdaad, als je ziet van het staat in draft en er ontbreekt nog iets, dan kan je dat nog invullen. En dan kwam de opmerking, wij gaan naar Utrecht. Dus dat zal in verband met die taal geweest zijn, Simon, dat het daarom Nederlands is. Dat moet aangeduid worden. De persoon die dat de complete en de draft niet zag, die heeft het ondertussen ook gevonden. Dus dat is goed. En dan ben ik bij de laatste vraag. Op welke plek in de BM moet het verslag van vorig projectjaar precies ingediend worden? Bij het in- en uitklappen vind ik het niet meteen. Als Sophie, dus in jouw contentmenu zou er ook moeten een onderdeel report staan. En het is daar dat je dus ook het eindverslag kan genereren en zal kunnen indienen. Maar als je die vraag stelt, dan ben je normaal gezien ook wel uitgenodigd op ons webinar van volgende week. Als je jouw deadline van het eindverslag snel dichterbij komt. En het is volgende week op het webinar op 2 februari dat we dieper ingaan op wat dat de rapportering allemaal inhoudt. Dus daar ga je zeker wel antwoorden krijgen, maar voor nu, normaal gezien, is er ook in het contentmenu dus het woord reports of zo, waar dat je terecht kunt voor je eindverslag. voor
ja, voor CAL 2022 zie je dat het nog te vroeg is en die functie is daar gewoon nog niet operationeel, maar die komt in de loop van ja, hopelijk de volgende maanden ook wel, of die verschijnt hopelijk wel ook binnenkort. Mm-hmm. En dan was er toch nog een laatste vraag. Als je op zaterdag reist en de stage start op maandag, wat is dan de startdatum van de stage? Of ja, eigenlijk gezegd, wat is dan de startdatum van de mobiliteit? Dus dat is dan eigenlijk afhankelijk van of dat je op zondag ook iets doet. Dat je zegt van, dat is echt ook wel belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. Dan mag je eigenlijk de zondag als startdatum van de mobiliteit nemen. Maar als het, ja, als de zondag eigenlijk een rustdag is of zo voor de leerlingen, dat ze eigenlijk vrijgelaten worden en dat het niet echt tot de activiteit behoort, dan is het eigenlijk dan is het maandag dat je moet nemen. Ik denk dat we dat als antwoord altijd meegeven, ja. We hebben dat eigenlijk deze week ook nog een keer toevallig dat voorbeeld gehad. En we zijn redelijk flexibel in het feit dat je de zondag als funded kan laten meetellen. Maar belangrijk is nog altijd om in aandacht te houden dat je tot 10 effectieve stagedagen komt of welle, activiteitsdagen. Dus stel dat je op zondag wat de activiteiten gaat organiseren en je komt eigenlijk de week erop op donderdag terug, dan ga je in totaal wel aan meer dan 10 dagen in de beneficiary module komen, maar dan kom je in principe niet aan 10 effectieve stagedagen en dan heb je het probleem om ja, met onontvankelijke mobiliteiten te zitten en heel die uitleg van ontvankelijkheid en onontvankelijkheid werd ook op de kick-off gegeven. Dus kan je informatie daarover in het webinar ook nog een keer terugvinden of de dossierbeheerder contacteren. Maar dus één dag, ja. We zijn redelijk flexibel. Reis je op de zaterdag, dan kan je die zondag ook nog krijgen. Het zou maar problemen opleveren als je al bijvoorbeeld de woensdag reist en 5 dagen of 4 dagen niets doet. En dan kan je die 4 dagen onmogelijk als budget gaan. Allee, kan je die onmogelijk gaan. Kan je daar onmogelijk eigenlijk budget voor gaan krijgen? Zeker als we het zouden te weten komen, dan ga je toch afgenomen worden. Of niet toegekend worden. Ja, dus dat was het. Dus als er nog, er komt er toch nog net een binnen. Ik dacht gelezen te hebben dat minstens 7 stagedagen verplicht zijn. De andere 3 mogen ingevuld worden met teambuilding. Maar Ilse, dat is ook weer domeinspecifiek. De regel staat in de programma. Het overgrote deel van uw 10 dagen dat je effectief activiteit uitvoert, moet een werkgebaseerde component hebben. Dus je kunt inderdaad wel nog andere zaken gaan organiseren. Stel dat, dat je bedrijfsbezoeken of zo doet gedurende 3 dagen en de leerling is 7 dagen aan het werk in een bedrijf. Dan kan dat ook. Maar opnieuw, die uitleg kun je terugvinden in de programma-gids. Dus ik denk dat dat wel volstaat als antwoord. Ja. Oké. Dan zijn we toch iets langer bezig geweest dan verwacht. Maar het belangrijkste is dat iedereen op de hoogte is en nu verder aan de slag kan. En dan haal ik graag nog eens dus wat dat ik in het begin gezegd heb. Probeer vooral zelf uit. Wees niet bang om zaken te gaan aanmaken. Je kan er nog aan werken. Je kan het nog verwijderen. En als er iets misloopt of je botst op een probleem, zij het technisch van aard of projectspecifiek, dan contacteer je uw dossierbeheerder of Frederik van Kromberg als het effectief om technische problemen gaat. Dus en dan rest mij enkel nog om jullie te bedanken voor de aanwezigheid en de aandacht en veel succes met de rapportering van jullie project in de Beneficiary Module. Dank jullie wel.